dames en heren, applaus voor deze compilatie, vind ik. Dit is denk ik een goed moment om, nu we zo dicht in de buurt van 12 uur zitten, de avond van onze verjaardag. Ik zou graag vanaf deze plaats toch ook alle degenen die betrokken zijn geweest bij de organisatie van dit lustrum hartelijk willen danken daarvoor. Er zijn enorm veel vrijwilligers bij betrokken geweest. We hebben een aantal professionals natuurlijk gehad. Maar ik wil daar in de eerste plaats toch onze lustrumcoördinator Els van den Berg nog eens even noemen. Ze staat hier. En niet te vergeten, denk ik toch, de... duizend studenten die als vrijwilliger bij een gedeelte van het lustrum zeg maar, ons hebben kunnen assisteren. Ik vind dat echt een groot applaus waard, want het is een fantastische inzet. Zonder die vrijwilligers was het niet mogelijk geweest om dit allemaal te doen. Hartelijk applaus. Ik kan nu ook melden dat wij, en dat is natuurlijk maar een schatting, maar ik denk dat wij bij al onze evenementen ongeveer, ja, we weten niet heel precies, maar 150.000 mensen hebben mogen ontvangen. 150.000 mensen bij de viering van ons lustrum en ook dat is niet niks. En ik vind dat een, ja, eigenlijk wel een heel erg mooi teken van dat iedereen betrokken is bij het bestaan van de universiteit. En dat karakteriseert denk ik ook Groningen als universiteit, dat wij in onze omgeving een hele sterke brand vormen. Dus dat de stad Groningen, de provincie Groningen en de universiteit vormen één harmonisch geheel waarin dit allemaal mogelijk is. En wij werken dat natuurlijk dagelijks ook in de belangstelling van studenten om hier te komen studeren, maar we merken het ook bij de viering van het lustrum. Dus ik vind dat eigenlijk allemaal wel een heel erg mooi signaal. We komen nu... Ja, dat is helemaal niet. En dat allemaal net voor 12 uur. Ik denk dat we langzamerhand naar het moment gaan waarop het moet gebeuren. En misschien is dat nog even één moment waarop ik bij u eigenlijk hier op deze plaats nog even wil terugdenken aan onze eerste rector, Ubo Emmius. Zoals u wellicht weet heeft hij het pamflet, de reclamefolder wordt het wel eens genoemd, van de universiteit in 1614 geschreven, For Eternity. Over de Eternal Edict, en dat hebben wij vertaald in For Infinity. Dus zometeen wil ik graag met u een toast uitbrengen, alvast. En onder het motto van For Infinity, het label zoals u dat hier ook kunt zien. En dat vertaalt heel mooi wat wij heel graag willen bereiken. En het geeft ook een mooie link met het verleden, met de Eternal Edict, geschreven door Eubemius. En hier uitgevoerd 400 jaar geleden. Ik ga nu langzaam naar beneden lopen en een toast uitbrengen op de universiteit en op onszelf. For Infinity. For Infinity. Thank you.
vind het niet zo leuk. Dames en heren, we mogen onszelf feliciteren. Paard gefeliciteerd. En mag ik de commissaris van de Koning, de heer Van den Berg en de burgemeester van de stad Koning, Ruud Vreeman. Nou, ik kan hem haast niet zien, maar... Ah, daar bent u. Van harte welkom, heren. En nou, ik heb begrepen dat wilt u kort het woord voeren. Mag ik u... Ja, Max? Dit is een tijdstip waarop de tekst kort moet zijn en krachtig. Maar ik wil op de eerste plaats de universiteit en de 400 jaar enorm bedanken voor de verschillende feesten en activiteiten die heel krachtig net in beeld hebben gezien die zijn aangeboden aan de stad en aan de provincie. Want ja, dat is toch iets wat ons met elkaar verbonden heeft. Het is een schitterende festiviteit geweest over een lange periode. Daar hangen, dames en heren, drie vlaggen. Ik ben gekomen met een aantal vertegenwoordigers van de regering, van ministeries, van de Nederlandse Bank, van tal van andere instituties, de Raad van State, die met elkaar dit nu ook meemaken. En die weten dat, natuurlijk, wij zijn trots op onze Universiteit Groningen. Maar de universiteit zelf is er verstandig geweest zichzelf op neer te zetten als de Universiteit van het Noorden. Daar hangen de drie vlaggen van Drenthe, Friesland en Groningen. En zo voel ik me ook als ik spreek hier, maar... Ik kan toch niet even nalaten in de historie te duiken en dan te denken. En ik ben ook eerlijk gezegd opgevoed weer door die 400 jaar en het feest wat we gevierd hebben. Dat de Staten van Groningen, dat die de euvele moed hebben gehad, 400 jaar geleden ook echt deze universiteit te stichten. Dus blijkbaar was er een heel bijzonder moment waarin de burgerij dacht, als wij niet kennis en wetenschap goed verzamelen en op een hoog niveau brengen, redden we dat nooit tegen de rest van de wereld. Ook niet van Nederland, maar dat was toen nog niet die republiek. Die is pas later gekomen, eerst waren de Staten. En dan is dat zo gegroeid. En de verbondenheid van stad, regio en onderland en provincie. En hier met de burgemeester sta ik. En af en toe dan is er ook die gezonde spanning. Maar hier staan we echt omdat we beide weten dat zonder die kennis en zonder de universiteit het niet gaat. Dus het is een heel mooi en belangrijk verbond. En dat verbond brengt ons in een regio waarin de universiteit ons studenten oplevert die bedrijfjes beginnen, die hier blijven hangen. Of die er elders uitzwerven, maar hier, en er staan er ook hier een aantal tussen het publiek, die dan toch zeggen, ik heb er gestudeerd, ik voel me verbonden en daarmee ben ik ook iets van het Noorden. En daar kunnen we ook af en toe een beroep op doen. Af en toe hebben we dat net wat ook nodig. Wij denken niet zo beperkt alleen maar in het Noorden of alleen maar in Nederland. Het is natuurlijk Europees, het is wereldwijd. Maar dit is het moment waarop je beseft dat infinity is niet alleen in de tijd, maar ook in de grenzen. En dat is een prachtig gevoel. Zelf mag ik gewoon zeggen, ik doe het met twee woorden. Ik heb hier geweldig gestudeerd. Ik heb hier ook nog even les mogen geven aan colleges. Ik heb hier ook nog eventjes mogen leren besturen. Dat heeft geholpen voor de stad. Anderen zullen zeggen, nou, ik weet niet of dat geholpen was, maar dat blijft altijd een mooie discussie. Maar in ieder geval, ik heb hier mijn basis gevonden. En ik vind het geweldig dat ik met de cirkel terug, die weer op die basis terug ben, hier en dat feest heb mogen meevieren.
Dit is een moment waarop ik iets wil overreiken, maar voor ik dat doe, ga ik eerst naar de burgemeester, want volgens mij is die de volgende die een paar mooie woorden wil zeggen. En dan komt zo meteen het cadeau dat wij jullie willen aanbieden. Ja, dat doe ik heel graag. Ja, ik zat een beetje zo te kijken naar deze trap. Dat is natuurlijk de trap toen ik in 1969 begon te studeren. Dat was eigenlijk de toegang tot de academische wereld. En heel veel jaren later is mijn zoon hier ook afgestudeerd. En die trap heeft altijd een soort betekenis gehad van de relatie die je hebt met je toekomst, met kennis. En wat dat betreft heeft hij ook wel een symbolische waarde. En het is ook heel raar dat ik hier nu op mijn 66e jaar weer bij die trap sta. Net of ik opnieuw moet beginnen. Ik woon op de markt. En vorige week was het de Keiweek. Dat hebben we al samen meegemaakt. En er staan er eigenlijk 3.000-4.000 studenten, 5.000 staan daar voor je te zingen. En de eerste avond was dan, laten we zeggen, een soort muziek waar ik een zekere mate van afstand tot heb. Deel van de techno-wereld en de hip-hop is niet helemaal mij besteed. Maar dus heb je toch, de tweede avond was gewoon André Hazes, dat kon ik gewoon weer meedoen. De karaokeavond. Maar ik had eigenlijk drie associaties toen ik daar naar die studenten keek. Ten eerste, kijk, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar de wereld staat voor een deel in brand. En er is ontzettend veel grofheid, wreedheid en ellende gaande. En dan zie je 4.000-5.000 jonge mensen. Met een soort optimisme, met een nieuw avontuur wat ze ingaan, ontdekkingsreis, nieuwe vrienden, nieuwe situatie. En dat vind ik ontzettend, geeft ongelooflijk veel hoop. Dat je zegt van dat is toch een nieuwe generatie die in mijn ogen ook weer met waarde en met kennis die ze hier opdoen in het leven gaan. En die, laten we zeggen, ook weerbaar zijn tegen de bruutheid en de wreedheid die we nu om ons heen zien. Dus het was een symbool van hoop. Het tweede was de associatie was, maar jij zei het net ook al, dat is de interactie met onze stad. Het is zomers is die rustig, zegt iedereen, en dan komt plots die hele golf binnen en die weten ook niet hoe ze moeten fietsen. En die zoeken hun kamer en die rijden tegen het verkeer in en op een gegeven moment komt die hele, dat is toch ongelooflijk interessant om waar te nemen. Dat deze het verbond tussen de stad en Maxi ook al eigenlijk het hele noorden, de provincie, maar ook de stad en de studenten en het universitaire leven, die is ongelooflijk groot. Ik vind het ook fantastisch dat in dat hele Lustre-programma doorlopend die relatie gezocht is. Dat we met elkaar een groot feest hebben gemaakt in deze stad. En er wordt soms gezegd, de stad kan niet zonder de universiteit, ook niet de hogeschool. Andersom is het ook zo dat die stad heeft natuurlijk de hele tijd geanticipeerd op de universiteit. En heeft gezorgd dat er de voorwaarden, de sfeer, de studentensociëteit, het leven in die stad, de typische van deze. Ik denk toch dat Groningen wel de meest uitgesproken studentenstad daar is. De derde associatie die ik had was eigenlijk traditie. 400 jaar. Maar het gevoel als student, ik denk ook als wetenschappelijk medewerker of hoogleraar, dat je bij onderdeel bent van een hele lange academische traditie. En dat heb je als student, denk ik, beleef je dat iets minder. Maar nu ik terugkijk op mijn eigen studietijd, denk ik, je hebt meegemaakt. Je bent een klein onderdeeltje van een hele belangrijke wetenschappelijke traditie. En ook, laten we zeggen, de cultuur eromheen. Nieuwsgierigheid, verdraagzaamheid, van elkaar leren. Een soort houding ook in het leven. Dat is toch heel mooi als je de hele geschiedenis ziet van al de prominenten, hoe die bezig waren om kennis, vernieuwing, inzichten te ontwikkelen en hele open houding hadden naar de wereld. Nou, dat vind ik een prachtig gevoel. Enerzijds dus hoop, samenwerking, interactie en laten we zeggen ook gevoel voor traditie. En daarvoor hebben wij een cadeau, Max en ik. Heel hartelijk dank, heren. Even zeggen dat als je de geschiedenis van 400 jaar universiteit vorm wil geven, dan is er natuurlijk altijd een uniek iemand, staat ik onder het publiek, en die altijd weer geweldig is om dat vorm te geven, en dat is Benno Hofman. Als Benno Hofman de geschiedenis van 1614 tot 2014 vorm geeft, dan wordt het ook echt iets fantastisch.
En dat gaan we nu overreiken samen als cadeau van ons, samen stad en provincie aan de universiteit. Er zijn natuurlijk nog een heleboel mooie exemplaren meer van u al. Even natuurlijk Benno Hofman, even een applaus voor Benno Hofman, want die heeft het echt gedaan. Hartelijk dank. En Ben Holman natuurlijk ook bedankt, we hebben al hier over gesproken. Geweldig, mooi cadeau van de universiteit. We zullen het gaan bestuderen ook. Hartelijk dank. En ik mag u nu uitnodigen om met ons naar de universiteitsbibliotheek te gaan. Daar zal ook nog een glas staan, daar kunt u ook het kunstwerk bekijken. En ons lustrumlied, Florin Finti, zal, dacht ik nu, ook op het carillon nog worden gespeeld. Dus dat mag ik ook nog aankondigen. Maar kom vooral met ons naar de universiteitsbibliotheek om naar het kunstwerk te kijken. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en hartelijk dank voor uw belangstelling. Weg.